Want als de lift bijvoorbeeld met rook staat, Hans, ja, dan kennen we ook nog met de trap naar beneden verder. Nee, maar hier staat geen rook. Daar staat het in brand, de andere flat. Ja, maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Nee. Hè? En je weet het nooit, zeker niet met brand. Daarom werken de 350 medewerkers van de brandweer, wijkagenten en vrijwilligers van het rookmelderteam mee aan Broodje Brandweer. Met als doel senioren voor te lichten over brandveiligheid. Een van de medewerkers was Hans van der Zalm. Ik ben ploegchef bij een post in Wateringen. En daar hadden wij ongeveer 60 mensen die zich aangemeld hadden en die ook gekomen zijn. En daarmee zat het bij ons goed vol. En niet alleen in Wateringen was het druk. In totaal kwamen er meer dan 1500 senioren lunchen, verdeeld over 23 kazernes. Doel was het informeren van de senior. Maar voor sommige senioren was het in eerste instantie vooral een leuk uitje. We hadden dus een aantal mensen die wel ook goed gelezen hadden waarvoor ze kwamen. Maar er waren er ook een aantal die dachten van nou leuk, hè, de kazerne is open, we gaan gewoon eens binnenkijken. Een van de mensen die niet speciaal voor de brandveiligheid kwam, was Huip van Walsum. Ik was gewoon nieuwsgierig. Ik heb me eerlijk gezegd meer gedacht wat krijgen we, komt er een koket bij of niet. Maar meneer van Walsum merkte al snel dat Broodje Brandweer om meer dan een broodje ging. Het was bijzonder nuttig en het voornaamste wat we geleerd hebben is dat we de brandweer weten te bereiken als we een vraag hebben. Dan stellen we die vraag en dan krijgen we ook goed antwoord. Ook Hans en Dini, die in eerste instantie voor de hoogwerker waren gekomen, raakten al snel in gesprek over serieuze zaken. Want wat doe je eigenlijk als er brand uitbreekt? Als er iets is, je zit 5 hoog en je kent hier voor de rest ken je hier nergens uit. Er moet een brandweerwagen komen met een ladder dat je erop kent, maar niet dat je zelf naar beneden kent. Tijdens dat broodje brandweer hebben we een stukje presentatie laten zien, waarin aangegeven wordt hoe je nu een vluchtplan kan maken, maar wat je zelf in je eigen woning ook kan doen om altijd veilig te kunnen vluchten. Ja, loop Hans. Hans en Dini zijn na de lunch meteen op onderzoek uitgegaan. En ja hoor, de flat heeft een vluchtroute. Dat we dus nu meteen die vluchtweg weten, dat dat in ons gedachten zit, ik ben ook weer een jaartje ouder, dat is wel eruit voortgekomen. Dan moet je wel doorlopen nou, ja. Want anders dan zitten we al in de heens. We hebben geleerd dat we niet zoveel tijd hebben om uit het huis te komen, dus dat we bepaalde bezittingen zo klein moeten zetten dat we ze in één greep eruit kunnen hebben of ze laten zitten. Jij gaat wel mee, hè? We laten jou niet achter. Nee, hè? Neem hem wel mee. Tijdens Broodje Brandweer leerde Hans en Dini ook dat het hebben van een rookmelder alleen niet voldoende is. Hij moet ook werken. Dus dat wordt tegenwoordig getest. En dat doe ik zo eens in de 2-3 weken vanaf dat ik bij de brandweer ben geweest. Tips voor rookmelders, het maken van een vluchtplan, de oorzaken van brand, maar vooral het voorkomen ervan. De lunch zat vol nuttige ingrediënten. Al hebben we lang nog niet alle senioren bereikt wat we zouden willen. Maar degenen die geweest zijn hebben er zeker wat aan gehad. Ik hoop dat ze deze bijeenkomst nog weer gaan herhalen. En dat dit niet voor deze ene keer is geweest. Want er zijn altijd nieuwe mensen te bereiken. En ik hoop dat dit een landelijk initiatief wordt. Laten we zeggen, laat het een traditie worden. Dat zou ik erg mooi vinden.